Danny, de nieuwe single is voor jou met een zomersfeer begonnen. Ja, absoluut. Ik ben er, heel blij en trots op dat ik na 4,5 jaar eindelijk weer een eigen plaat heb uitgebracht. En het moest wel zomers natuurlijk met deze weer omstandigheden. We hebben ook een afspraak gemaakt om nu gewoon ook lekker door te knallen en niet meer zo lang te gaan wachten. Zeker geen 4,5 jaar in ieder geval. Nee, we gaan nu gewoon lekker door. En ik denk dat er nu over 2-3 maanden weer een nieuwe single klaar ligt. Dus we pakken gewoon lekker door. Ik begon te werken bij Bolle-Jan. En daar heb ik mijn tijdje op gefocust. Daarna heb ik me gefocust op Jens. Wat meer tijd in beslag nam dan dat iedereen eigenlijk gedacht had. En nu hebben we er toch echt voor gekozen om alle drie gewoon weer lekker singles of solo singles uit te kunnen brengen. Ja. Betekent dat nu definitief het einde van Jens? Nou ja, voorlopig in ieder geval wel even. Omdat we gewoon... het is gewoon niet meer te combineren. De agenda solo waren zo druk. En we moesten zo vaak nee verkopen aan de mensen. Dat we op een gegeven moment zelf gewoon hebben gezegd van... Ja jongens, dan kunnen we beter gewoon het boek voorlopig even sluiten. Want voor de mensen is het ook niet leuk. Weet je, als ze ons willen zien en wij moeten iedere keer zeggen, nee, we kunnen niet. Of dat wordt hem gewoon niet. Dus we zijn nu lekker gewoon alle drie solo aan het knallen. Nou, die agenda ziet er zo uit dat ik allemaal leuke festivals, leuke optredens door heel het land verzorg. Ik denk over een maand, als iedereen weer terug is van vakantie, van de mensen die wel op vakantie kunnen, we gewoon gaan kijken wat de volgende single gaat worden. Het zal geen zomerse plaat meer zijn, denk ik, tegen 2-3 maanden. Maar we gaan gewoon lekker doorknallen, joh.